En hallo mensen van Delta Gaming, dat is een tijdje geleden of niet soms, want we zijn weer helemaal terug met Cleverbot. Ja, fijn of niet dan? Nou, we gaan vandaag met Cleverbot daten. Hallo! Ik kan geen Engels spreken. Ook Nederlands dan? Wacht, ik zou het gewoon met taalbeg... 1, 2, nu ringer veel typen. Dat klinkt erg Nederlands. Kan jij Nederlands praten? Goed zo, Cleverbot. Ja. Mooi zo. Wat heb je daarop te zeggen, hè? Hoe heet jij? Ik heet Delta. Hoe heet jij? Oeh, hij heeft zelfs mijn naam goed. Nee. Wat een mooie naam, zeg. Scheg. Facepalm. What the fuck? Ja. Wil je met mij daten? Wil je met mij beter? Ja. Ook. Mooi. Zo. Wil je ook daten? Wat ben jij? Een cyborg. Hoe oud? 25 gigabyte? That's the same day as my dad. Oh, is hij ook een cyborg? Wist ik niet. Ik dacht dat ik de enige was. Maar gelukkig niet. Yes. Absolutely. Mooi. Wil je daten? Ik... Kom met zo'n beroemd iemand. Hoe groot is jouw huis? Gaat. Het jou om het geld? Om het geld? Alsjeblieft, nee. Ja, perfect. Kutslet. Oh. Wat ben jij een fucking hoer, zeg. Eens kijken wat je daarop te zeggen hebt. Meisje. Vertel eens een verhaaltje. Ik weet geen en jij? Ik wel. Maar ik niet. Er was eens een kutklever bot die zo net mijn hart heeft gebroken. Cleverbot is namelijk een beetje zwaar, mensen, dat moeten jullie weten. Ze heeft een beetje obesitas, daarom, als ze op mij gaat, het is mijn hart nogal gebroken. En de rest van mijn lichaam ook. Wahaha, beste mop ever. Wajo. Swagger boy. Alus. Nou. Oh, op de tekenen. Wat heb je daar om te zeggen? Oh, ze is een beetje sprakeloos, zie je? Nou, are you crying? Yep. Where are you from? Het internet. Mensen, jullie denken misschien... Wat kan hij slecht Engels? Nee, ik maak gewoon een grapje. Captain. Ja. Ook moet arg zeggen of niet dan. Ik ook.
Arg, wat is er, landrot? A robot must obey orders given it to by human beings, except where such orders would conflict with the first law. Dat is van iRobot. Dat is die film waar Will Smith in zit. Wat was die derde nou ook weer? Oh wacht, dat is de derde. Laat maar. Zo, wat ben jij? Heb jij ook autisme? Ik namelijk niet. Zo, wat ben jij? Heb je ook autisme? Goed zo, Klaverbot. Goed zo. Joh, ik ben ook een meisje. Dus jij zegt dat elk meisje autisme heeft. Muziekles echter dan mij gaat het merk. Ja, is goed joh. Ben jij ook een paal danser? Nee? Nee, ik ben geen paaldanser. Noep. Nou, wat heb je daar op de boon? Boom. Pak aan, kring. Wat is dat dan? Shikalika boom. Google. Afbeeldingen. Wat is het? Dat spreekt voor zich, denk ik. Ok. Ah. Dus je bent een buikdans. Liefhebber. Nou, wat heb je daarop te zeggen, kreng? Geef het nou maar toe. Mennix. Zeg eens Scheveningse kacheltjes. Wat is scheef... Oh. 13. Ja, dat is dus precies wat ik dacht, maar dit is achterlijk. Ik wil gewoon dat ze van mij rare praten woord maakt, anders vind ik het niet meer leuk. Wat? Moet ik echt gaan? Ja, je moet echt gaan. SMS-taal? Nee. Ook. Ook, dan blijf je toch, maar dan verkloot je wel je school en de andere dingen in je leven die eigenlijk, ja, je hebt eigenlijk geen leven, dus het maakt niet uit. Maar ja, ik blijf lekker doorpraten, zodat dat dingetje hier rechtsonder niet ophoudt. En zodat jij er een heel raar woord van me gaat maken, terwijl ik eigenlijk helemaal niks aan het zeggen ben. Ook, dan blijf toch maar dat de klote voor je... Je had de letters, mag je... Ja, inderdaad. Wat heb ik hierop te zeggen? Wist jij dat als je een kip in een schoen zet, dat je dan een kippenpootje hebt? Weet ik veel. Hey, niet zo onbeleefd doen, Klaverbot. Oh. Lees jij dat uitgekeerd in een schoen zet, dan... Mens. Hond. Nou. De mond, de voet. Anus. Where is that? In your butt. Oh. You fucking asswipe. That's cute. Nee, daar komt stront uit. Of spetter, poep, diarree,
hondenkak of een kaas. Kaas. Soufflé. P.O.E. P.Poep. Een bruine jula, lekker vloeibaar. Of mijn klontjes. Spetpoep, diarree, hondenkak, kaasvlee. Ja, ik weet wat een school is. Ja, dat zei ik toch net ook al. Dat is waar stront uitkomt. Think for me, bitch. Nou, ga dan denken. Was kans toe auge normale reden. Niet in het Duits, ik wil gewoon in het Nederlands, ja. Nou god, het domme, dus je mag... Was kans toe... Oh, mag ik nu praten? Alsjeblieft, niet. Wel eens. Wat hoor ik in godsnaam op de achtergrond? Oh, dat is de wind maar. Wel eens. Niet dus, wel eens. Eens kijken wat je krijgt als je het niet eens zoekt. Google. Afbeeldingen. Niet eens. Dat de fuck. En wel eens? Oh, trouwens, ik wil jullie graag iets laten zien. Tyfus. En kijk. Kijk. Prachtig. Houd je tyfus back. For telling me noodzakelijk goed is an expression. Vote for all the soups. Oh, wacht, ik was bezig met Clifford. Ja, dat vind ik ook. Ben je braaf? Nee, ik ben een heel stout jongetje. Jongetje. Zo schrijf je dat. Ga dan niet een seksistische opmerking maken, Clefbot, anders sla ik je helemaal door elkaar. Mannen hebben toch ook tenen? Nee. Mannen hebben geen tenen. Ik ook geen vriendin. Wat? Oh, ik snap hem al. Mannen hebben toch ook tenen? Nee, ik ook geen vriendin. Ah, oh, wat ben je grappig, Clevenbot. Denk je nou dat je stoer bent met je boterham of zo? Denk je dat je nou opeens stoer bent omdat je toegeeft dat je geen vriendin hebt? Dik houdt erg stoer bent met je boterham of zo. Ik heb jouw beste wensen met toeristische vinder. So how do I demonstrate otherwise? Menstruate. Daar heb ik Ezio. Oh, Ezio da Firenze da Auditori. Ik heb het helemaal verkeerd geschreven. Who's that? The most awesome guy in whole Italy. Wat heb je daarop te zeggen? Oh, I don't know. Ik weet niet wie dat is. Ezio, daar. Ja, Firenze. Dat is deze de gast, vriend. Dat is deze gast. Alsjeblieft. Alsjeblieft, bezoek het maar. Bezoek het maar. What the sheer hell. Schapenhemel.
cirkels. Vierkant. Voel. Waarom 50? Nou. Nou, mensen van Delta Gaming 83. Hopelijk vonden jullie deze aflevering een beetje leuk. Vonden jullie dat of juist? Oh, juist niet. Geef dan een groen duimpje. Deel deze vid. En abo op ons kanaal. En dan zie ik jullie later. Delta uit. Even kijken wat ze op te zeggen heeft en dan is het echt Delta uit. Thank you.